BNR Nieuwsradio. Zaken doen met. Van failliete onderneming naar multinational. Directeur van IKS International, Stephen Tierney, kreeg het voor elkaar. Hij ontwikkelde samen met zijn team een onafhankelijk meetsysteem voor de zorg en wist dit aan steeds meer farmaceutische bedrijven, klinieken en ziekenhuizen te voorkomen. Stephen, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Dank je wel om mij hier te ontvangen. Wat doen jullie precies? De makkelijkste manier om het uit te leggen, ik heb het nog overlegd met mijn team voor ik naar hier reed, is het is een complex geval. Wat wij doen is eigenlijk een monitoringssysteem bouwen voor elk type van apparatuur dat te maken heeft met laboratoria. Iedereen heeft wel eens contact gehad met antibiotica, bloedoperaties. En nu zal zich afvragen, is de kwaliteit van dit product goed dat die mij wordt ingespoten of zijn die medicamenten goed geproduceerd of niet? Wij waken daarover. Wij zorgen dat de kwaliteit ervan is gegarandeerd. En waar hangt dat meetkastje dan? Is het geen meetkastje? Het zijn meerdere meetkastjes die dat of draadloos of bedraad kunnen communiceren. Aan die meetkastjes die daar op verschillende locaties hangen, daar steken wij sensoren in. En sensoren die meten alle fysische parameters. Dat kan gaan van temperatuur, dat iedereen wel kent. Maar wij kunnen van plus 1000 tot min 200 gaan. Wij kunnen bijvoorbeeld differentiële druk meten met betrekking tot operatiekamers. Ook stofdeeltjes kunnen wij meten. Oppervlaktetemperaturen, gassen, CO2, O2. We zijn absoluut de marktleider voor IVF. Niet alleen in Nederland, waar we 95% van de markt hebben. Ja. Bijvoorbeeld ook België, maar ook het Midden-Oosten nu. De twee en bijvoorbeeld bij IVF, want dan is het meteen even... Wat doe je dan precies met IVF? Wij doen twee zaken. Hè. Wij meten de kwaliteit van de broedovens of incubatoren waarin dat de bevruchte eicel zich in bevindt. Die moeten zes dagen groeien. Wij meten de omgevingsfactoren daarvan. Dus dat die cel zich heel comfortabel voelt in het petrischaaltje, in een heel speciale oven. Dat wil zeggen, de temperatuur moet uitzonderlijk stabiel zijn. De gasmengeling moet goed zijn, zodat de zuurtegraad goed is, zodat de celdeling perfect kan zijn. Maar omdat wij al meer dan 20 jaar ervaring hebben met het meten van alles, zijn we ook gestart met het bouwen van onze eigen incubatoren en koel- en vriesapparatuur. Dus okay. Wij kennen alle concurrenten en we weten wat ze goed doen, we weten wat ze slecht doen en wij verbeteren En is het dan een keuze van het ziekenhuis om dit zo te meten? Of is dat een verplichting dat allemaal... Het is een verplichting. Regelgeving voor? Er zijn verschillende regelgevingen. Hè. Dat is overal zo wel. En het is sowieso een noodzaak om het onafhankelijk te gaan meten. Het makkelijkste voorbeeld is, iedereen heeft thuis wel een koelkast en daar staat op een display 6 graden. Nu kunnen wij wel gaan zeggen dat linksboven de temperatuur hoger zal zijn dan rechtsonder. Niet zo goed voor eicellen, niet zo goed voor medicamenten, bevroren bloed of al dat soort zaken. En wij kunnen dus garanderen met ons meetsysteem dat de omgevingsfactoren perfect zijn. Daarvoor. Maar dan heb je alleen maar gemeten dat het goed of slecht was. Dat klopt. Ik zou dan zeggen, als ik zo'n koelkast maak, dan zorg ik ervoor dat die koelkast gewoon altijd goed is en dat ik daar nog even een meetapparatuur in hang die dat controleert. Dank je wel voor het uitleggen van mijn concept. Dus we zijn effectief begonnen met alles te meten. En daarna hebben wij gezegd van kijk, wij kunnen iets beter gaan bouwen dan dat er op de markt is voor een aantrekkelijke prijs. En dus vandaar dus ons succes is eigenlijk gebaseerd op die combinatie. Ja. En hoeveel klanten zijn er? Hoeveel ziekenhuizen zijn er klant bij jou hier in Nederland? Hier in Nederland meer dan 25. En als ik er een paar mag opnoemen, dan hebben we in Amsterdam natuurlijk. We hebben de UMC's, de Erasmus, Groningen, Reinier de Graaf. Nou ja. Eigenlijk alle grote. En dat zit dus in de laboratoria en in de OK's? Ook in de OK's. Maar het geheim, wat wij heel erg goed kunnen doen, is een ziekenhuis is een grote instelling. In Nederland valt dat mee, in India zijn ze iets groter. Wij kunnen elk kamertje waarin apparatuur staat, als ook de kamer zelf, meten in één groot systeem. We hebben een aantal installaties met meer dan 1500 meetpunten die wij real-time meten. Dus zodra dat er iets misloopt, wordt iemand gealarmeerd. Ja, dat wil ik net vragen, want zijn jullie eigenlijk alleen maar een alarmsysteem of kunnen jullie dan ook aanpassen? Als de temperatuur te hoog wordt, kunnen jullie dan ook zorgen dat die temperatuur lager wordt? Of kan je alleen maar zeggen tegen iemand anders, hey, hallo, de temperatuur. Daar gaan die heen. Ja. Kijk, dat is een heel intelligente vraag die dat makkelijk te beantwoorden is. Als een koelkast niet functioneert bijvoorbeeld, en wij zeggen functioneer, Als ze niet kan werken, kan ze niet werken. Mm. Ook door de regelgeving mogen wij geen invloed uitoefenen. Maar het heeft geen nut als een apparaat niet werkt. Dan moeten wij een technicus gaan sturen. Ja, okay. Eventjes, ooit failliet gegaan, 2007.
Toen werkte u al wel bij het bedrijf, maar was nog niet de baas, begrijp ik? Nee, dat klopt. Ik ben in dienst gekomen in november 2006 bij een bedrijf dat heette toen Contel IKS. Combinatie van twee bedrijven. Na een week zag ik dit bedrijf gaat failliet gaan. Niet door mijn schuld, gelukkig genoeg. Ik ben dan naar huis gereden. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, kijk, dit bedrijf gaat failliet gaan, maar ik blijf erbij, want dit is interessant om eens mee te maken. Dat is ondernemerschap. Dat is ook een stukje ervaring opdoen. We hebben dan op den duur met twee companen een nieuw businessplan voorgelegd aan een investeringsmaatschappij. Die deel uitmaakt van de familie van Stek, dat is toch een bos. En zo zijn we doorgestart in oktober 2007. Wat deden de oude eigenaren anders dan jullie nu doen? Want jullie draaien nu een omzet van 3,4 miljoen, begrijp ik? Ja, klopt. 2013. Ja. Winstgevend ook, of niet? Ja, absoluut. Ja, okay, ja, maar wat is er anders? Focus. Ik denk dat jarenlang is de oude directie bezig geweest met zoete witte wijn drinken en van bommelkroketten eten. En we hebben gezorgd dat de focus ligt met de kennis van de mensen die we hebben. Mijn eigen kennis is hopelijk de beste persoon om het bedrijf te leiden. Maar de technische capaciteit die we hebben met het personeel is fenomenaal. Ik meen dat echt, dat is fantastisch. En jij vertelde net, jullie hebben al iets van 5 concurrenten in de markt. Zijn dat dan ook Nederlandse bedrijven? Of is het een soort marktgebied wat ik nog niet helemaal niet ken? we hebben een hebben ze reclame nodig? Ja, zaken doen hier. Ja, absoluut zeker. Nee, we hebben concurrenten, maar niet rechtstreeks. Dat wil zeggen, we hebben concurrenten op gebied van apparatuur qua koelvriesapparatuur. We hebben concurrenten op het vlak van incubatoren en andere apparatuur. Qua meetsystemen zijn we redelijk uniek, omdat wij een real-time systeem zijn. Dus we meten om de 3 seconden ongeveer. De meeste concurrenten meten 1 keer per uur of per half uur. Voor ons is het dan te laat. En waarom ben je dan nog niet wereldberoemd overal? Ja, ik ben nog maar net begonnen. Hè. Geef me tijd. We zijn begonnen in Nederland. Absolute marktleider geworden. België opgestart. De laatste 2 jaar zijn we ook gegaan naar Egypte, Turkije, Groot-Brittannië, waarom niet Ierland. Regelgeving is heel erg moeilijk, maar ik hoorde mijn vrouw meeluistert. Schat, binnenkort ga ik naar Amerika, want daar gaan we het ook op starten. Ja. India is er dus ook aangekomen, daar hebben we nu ook een kantoor in Bangalore. Sneller dan dit kunnen we niet gaan, want als we iets doen, moeten we het goed doen. Vind ik stoer. Zeker. Mooi. Directeur van het bedrijf IKS International, Steven Cherney. Dankjewel voor je komst. Dankjewel.